De situatie in het district Saramakka met betrekking tot wateroverlast is de afgelopen dagen erger geworden. Verslaggever Shevlin Paulus maakte de volgende reportage. Goedemiddag kijkers, ik ben Shevlin Paulus. Vanuit de Criollaweg in het district Saramakka doen we vandaag een reportage voor u. Zoals u kunt zien zijn een heleboel gebieden te Criolla onder water. Mensen hebben water in hun woning, de straten zijn ondergelopen. De situatie is zodanig erg aan toe dat bepaalde mensen geëvacueerd zullen worden door het NCCR. Lucille Dijkstil, adjunct districtsecretaris van Saramakka, geeft aan wat ze heeft geconstateerd bij de getroffen gezinnen in het dorpje Criolla. Ze heeft samen met een team onder leiding van districtscommissaris Sherin Bansi Durga een inventarisatie gemaakt voor het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing. Ik heb geconstateerd dat het water steeds hoger wordt en dat mensen nu geëvacueerd moeten worden. Velen zijn al opgevangen door familieleden en nu ben ik bezig mensen te registreren omdat NCCR van plan is om dan een tenten voor de mensen op te zetten zodat ze opgevangen kunnen worden. Het gaat heel gauw gebeuren nu? Ja, nu wel, ja. In hoeverre is dus NCCR dus nu bezig? De plaats wordt al gelijk gemaakt, dus geëgaliseerd. En we moeten enkele heren van de buurt zoeken om te helpen met de tenten. We zien dat die mensen water in hun huizen hebben gehad. Wat schijnt er mis te zijn? Dus nu binnen die woningen, gaat het om schade? Veel waterschade hebben ze nu. Vele mensen hebben niet op tijd hun apparaten naar boven kunnen brengen. Dus mensen hebben veel waterschade. Dijkstil zegt dat haar broer een van de eersten is die getroffen is door deze situatie. Landbouwer Regilio Marman vertelt wat zijn ervaring is sinds het water begon te stijgen. Hij vindt dat er sprake is van een ramp en niet gewoon wateroverlast, zoals dat in het nieuws wordt gebracht. Van waar dat water komt, kijk, ieder hier, de rivier is vlak hier dichtbij. Toch? De rivier is vlak hier, de Saramakka rivier. Zo. Hoogwater is vaker dat we last krijgen van te veel water. Komt dat zo. Vorig jaar was het al zo, maar het was niet zo hoog. Ik heb mijn prani. Vorig jaar, ik las alle desan. Zo, je denkt van, je probeert het weer. Tegen dezelfde tijd zijn we weer onder water geraakt en het water is nog is hoger geworden. Trouwens, je ziet het zelfs, je ziet het. En als de smasser is aan het aangaan, nou, als men een trapper is, hoe doen zij? Niet dat iedereen is weg. Want niet ieder heeft mensen waar ze kunnen gaan overnachten en zo. Lek me, ja. Ik ben elke dag hier. Vanwege water, maar ik trek het terug. Want mijn maas riepen me ook zo. En een maand heb ik een wiki, dan zie ik dat jongen misschien zie wat sneaky of... Ik zei toch, want alles aan de soekoe, hier precies. Je hebt last van mieren, kakkelakken, alles. En we hebben één geluk. Dat we hier geen riolen hebben als in de stad. En ik zei toch, alle kan één riolen langer zijn dat de tang. Marman zegt dat zijn grootste vrees is dat ziekten zich zullen ontwikkelen als gevolg van het niet stromende water. De DC heeft gisteren een delegatie van regeringsfunctionarissen ontvangen. Vandaag heeft vice-president Ronnie Brunswijk ook een bezoek gebracht aan het getroffen gebied.